Dus dat houdt in dat gezondheid dus niet alleen lichaam-geest is, maar gezondheid is dus ook voeding, levensstijl, maar ook verbinding met de kosmos, verbinding met jezelf, een beetje psychologie, een beetje filosofie, een beetje antropologie. Er zijn zoveel zaken, maar ze hebben allemaal een invloed op gezondheid en daarmee is gezondheid een heel ruim begrip. Doordat ik zelf in mijn leven veel ziek ben geweest en zelf op zoek ben gegaan naar gezondheid, ben ik eerst op de Ayurveda terechtgekomen. Dat is een zienswijze uit India. En nu zit ik op het pad van de Germaanse geneeskunde van dokter Hamer. Met heel kwalijke gevolgen. En veel families die uit elkaar zijn gehaald. Zeer veel families, vriendschappen die kapot gemaakt zijn. Veel oudere mensen die in isolement zijn terechtgekomen. Maar niet alleen oudere mensen, maar ook kleine kinderen die in een isolement zijn terechtgekomen. Het is gewoon dramatisch wat dat ze hebben gedaan met de mensen. Gewoon omdat de mensen geloven in dat virus en in dat reëel gevaar van dat virus. Ja, terwijl dat we eigenlijk echt bedot zijn. Het is voor iedereen een individueel innerlijk huiswerk. En dat is ook mijn werk wat ik doe. Ik ondersteun daar mensen in, omdat ik zelf die ervaring heb, zodat iedereen zijn eigen schaduwzijde bestaansrecht kan geven. En van zodra dat die bestaansrecht heeft gekregen, dan komt je existentieel, dus je zijnsenergie, naar boven. En dan kun je geluk cultiveren, dan kun je welzijn cultiveren. Dan komt eigenlijk alles naar je toe wat je graag hebt.